Vorige les moeten overleefd hebben. Vandaag is de gast Beate. Die gaat mij ondersteunen. Ik hoop dat ik mijn best, extra mijn best kan doen. Want het kost me nogal veel moeite. We gaan beginnen met de warm-up. Daar gaat hij. Armen hoog. En laat vallen. En we gaan weer zijwaarts. Net als de vorige keer. Zijwaarts. Probeer je romp zoveel mogelijk in te draaien. Draai je romp. Dat is belangrijk. Nu stap achteruit. Stap achteruit. Stap achteruit. En dan gaan we wisselen de andere kant op. Daar. En een stap achteruit. We komen weer tot stand en we draaien rond. Hoe diep je doorzakt, hoe beter het is. Hè? En we draaien de andere kant op. Ik kan nog een klein stapje maken. Strek uit. Maak liggen lang. En hang voorover. Houd de knie iets gebogen. En je hoofd ontspannen. Oké, langzaam omhoog. We gaan beginnen met het circuit. Hurksprongen voor en achterwaarts. Het maken van hurksprongen is een vorm van pliometrische belasting, met name als de afzet reactief is. Het maken van hurksprongen in deze vorm veroorzaakt na de landing een lange rukcontactfase. Dit veroorzaakt een grotere excentrische component. Sprongen veroorzaken in de regel een hogere piekbelasting en zijn met name geschikt om de explosieve kracht te verbeteren. Ook zal afhankelijk van de bewegingsfrequentie het uithoudingsvermogen aangesproken worden. Schud los. Eenmaal. Klaar. Hard in. Je mag natuurlijk ook je handen op je knieën zetten. Is wat makkelijker. Je kan je armen gebruiken. Zwaar. Van een oude man wel, hè? Die ontblom niet natuurlijk. Steunt je been. Je bent belasten. Want de been gaat zijwaarts. Zijwaarts tikken met één been. Zak zo diep mogelijk door. Liefst met de knie en tot in een hoek van 90 graden. Verplaats je gewicht zoveel mogelijk op één gebogen been. Houd hierbij de romp gebogen voorover. Verplaats het andere been zoveel mogelijk zijwaarts, zonder er daadwerkelijk gewicht op te zetten. En trek deze vervolgens weer in. Herhaal dit gedurende de oefentijd op gecontroleerde wijze in een rustig tempo. Hierbij worden met name de bovenbenen en de billen belast. Ontspanning. Hetzelfde been. Tweede maal. Klaar. Daar gaat ie. Nogmaals, hoe dieper je doorzakt, schaatshouding, hoe beter het is. Hè? En ontspannen. Zelfde truc, andere been.
Klaar. En niet op het been gaan staan, hè. Alleen maar aantikken. Je tikt het been aan. Zijwaarts. Dit been is belast. Tweede maal. Derde oefening. Je mag op je knieën gaan zitten. Staan de donkey trap. Beide handen leunen voor de voeten op de vloer. Eén been is zo hoog mogelijk gebogen, achterwaarts opgetild. Vervolgens wordt getracht deze in een rustig tempo nog verder omhoog te duwen. Het standbeen is in de knie licht gebogen. Laat het hoofd ontspannen hangen. Deze oefening kan ook vanuit knieënstand worden uitgevoerd. Kom na afloop heel rustig overeind. Spanning. Vooral in je billen. Probeer niet te gooien. Dit is makkelijk. Om je echt zoveel mogelijk boven te brengen en dan te duwen. Het is een kleine beweging. Tweede maal. Van het standbeen, dat is belangrijk. Oké. Doe het met de andere been. Klaar. Trek van de voet naar je toe. Hè. Niet je tegen mijn hoofd duwen, voet naar je toe. Klaar, laatste maal. Laat je hoofd ontspannen hangen, hè? Niet tillen, te druk op je hoofd. Buikspieren op rollen met benen in een V-positie. Vanuit rugligging zijn de benen opgetild. Hierbij bevindt één been zich ter hoogte van de heupen en het andere been op ongeveer 45 graden. Nu wordt de romp zo hoog mogelijk, wervel voor wervel, opgerold. Vanuit deze positie probeer je nog iets hoger te komen door de buikspieren krachtig aan te spannen en deze spanning even vast te houden. Als de belasting op de rug te groot wordt, kun je besluiten om één been gebogen op de grond te plaatsen. Trek je tenen naar mij toe en doe meer spanning op die bovenbenen. Nog even je been vasthouden. Trek je romp omhoog, als je maar boven blijft.
Andere been. Vermijd dat je gaat gooien. Probeer van boven te blijven. Een klein beetje extra aanspannen. En de laatste alweer. Gaat allemaal zo snel. Maak een spread zit. Leun er één been. Probeer je spread zit echt zo groot mogelijk te maken. En we leunen ontspannen voor. Been in, schud ze los. Mensen, dat was voor vandaag. Maak er een mooie dag van. Tot de volgende keer. Bedankt, Beater.